Goedemorgen dames en heren, welkom bij Tussen Koffie en Lunch hier aan het Molenplein. Elke maandagochtend tussen 10 en 11:30. Als het goed is, verwachten we vandaag natuurlijk heel veel drukte. Nol die is er helaas niet, dus vandaag ben ik er. Mijn naam is Bjorn en ik heb normaal altijd wel iets te vertellen tegen Nol. Als Nol er zelf is, dan kom ik altijd even aan tafel. Maar vandaag zal ik dus de gast hier zijn. En ik heb de afgelopen week van iemand een bosje sleutels mogen ontvangen, die hier aan het Molenplein is gevonden op straat. Er zit één grote sleutel aan, vermoedelijk van een poort, en twee andere sleutels van het huis of van een andere locatie. Is deze sleutelbos herkenbaar voor u? Met de zwarte lip eraan. Hij ligt hier bij Brasserie onder ons. U kunt hem hier komen ophalen. Dus hopelijk dat op deze manier iemand weer blij is met het terugvinden van zijn sleutels. En we gaan naar de eerste gast die hier aan tafel iets komt vertellen. En hier aan tafel bij onder ons, tussen koffie en lunch, zijn aangeschoven Nettie van de Langenberg en Frans van de Langenberg. Nou, Nettie en Frans, welkom hier aan tafel. Want jullie komen iets vertellen over, over S. Over de omroep waar jullie altijd vrijwilliger voor zijn. En zoals de mensen in ieder geval die hier in Vught nu kijken naar dit programma weten, gaat er een samenwerking plaatsvinden tussen jullie. En daar komen jullie nou iets over vertellen. Jullie komen je eigen voorstellen aan Vught. Dus de microfoon is nou eigenlijk een beetje voor jou. Oké. Beste kijkers, ik ben Nettie van de Langenberg. En al ruim 12 jaar werkzaam voor de lokale omroep S. Veel mensen zullen mij misschien wel kennen, want ik heb ruim 19 jaar hier in Vught gewerkt op de Hertog van Brabant school. En wij zijn regelmatig zeg maar aan het sporten op Health City. Kijk, nou dan weten de mensen die in ieder geval kijken wie jij bent. Maar dan gaan we het ook even aan Frans vragen. Dus ik geef de microfoon aan jou, Frans. En dan mag jij ook eerst even voorstellen voordat we nog even verder praten over wat jullie ideeën gaan zijn. Ik ben Frans van Langenberg. Ik ben nog niet zo lang bij Loes aanwezig. Sinds een jaar pas. Ik doe camerawerk. Dus alle opnames. Meestal werken wij samen. En ja, ik moet het eigenlijk nog een beetje leren. Maar het lukt al behoorlijk goed. Ja, nou, en dat kan in ieder geval via de VTV ook dingen leren. Daar heb ik ook gemoeten. En dat is hartstikke leuk. Zeg, jullie zijn al lang als omroep in S bezig. Had ik net al even achter de schermen begrepen. Vanaf wanneer zijn jullie echt actief begonnen met het maken van televisie in S? De lokale omroep S werkt al ruim 18 jaar. En ik zelf ben 12 jaar actief. En de activiteiten die wij opnemen zijn meestal dus dingen die overdag plaatsvinden in de gemeenschap S. Wij filmen bijvoorbeeld de werkzaamheden langs de Essenstroom, het Smalwater. We volgen projecten, bouwprojecten, de verbouwing Santa Monica. Maar ook als iemand bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd is, dan gaan wij op visite. Dus dat zijn eigenlijk meer onze items. Hebben jullie een bepaalde gedachte, bepaalde items waar jullie aan willen gaan werken in de toekomst? Nou, dan laten we nog eventjes over ons heen komen. We willen in ieder geval starten om zo goed mogelijk de S op de kaart te zetten. En we laten alles over ons heen komen. En ik ben ervan overtuigd dat het een prettige samenwerking gaat worden. Ja, zeg Frans, nog even naar jou, hè. Monteren, hoe lang ben je er eigenlijk mee bezig voordat een programma klaar is en op de buis komt? Nou, er gaat nogal wat tijd in zitten. Ook omdat ik dat nog niet zo lang doe. Heb ik eerst een kleine cursus gehad om te weten hoe dat allemaal moet. En ja, geleidelijk gaat het steeds beter eigenlijk toch wel. Maar er gaat wel veel tijd in zitten. Ook vanwege muziek eronder zetten en tekst. En, ja, gaat... Het is dus eigenlijk de combinatie die het lastig maakt om de beelden op de correcte manier met een mooi muziekje samen vloeiend te laten verlopen. Nou, samen lukt ons dat goed hoor, jongen. Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Zeg, vandaag Valentijnsdag. Hoe lang zijn jullie al samen? Bijna 40 jaar. Mooi, hè? En dan vandaag hier om kennis te maken in ieder geval met VTV. Met de kijkers die hier altijd naar het programma Tussen Koffie en Lunch kijken. Ja, ik vond het leuk. Okay.
Ik vind jullie gezellige mensen en ik hoop in ieder geval naar de toekomst toe dat jullie een mooie inbreng hebben in de VTV met mooie programma's. En ik wil jullie eigenlijk zelf maar dit item laten afsluiten. Okay. Nou, kijkers, ik hoop dat u in de toekomst nog veel plezier van ons kunt beleven. Nou, okay. Nettie en Frans, bedankt voor jullie komst hier. En in de toekomst hopen we graag veel met jullie te mogen beleven over het dorp S. Dankjewel. Graag gedaan, graag gedaan. Goedemorgen, dames en heren. Zoals u weet, de speurtocht. Elke maandagochtend kunt u hier tussen 10:00 en 10:15 aanwezig zijn bij de brasserie tussen koffie en lunch. U heeft de hele week weer kunnen kijken en kunnen luisteren naar het beeld en het geluid. En vandaag zitten hier 4 kandidaten aan tafel en die hebben zich ingeschreven. Nou, ik heb een potje er weer bij gepakt. Ik zal hem eens even aan u laten zien. Deze zou dus eigenlijk vol moeten zitten, maar we hebben er toch weer 4 die gaan meespelen voor het spel. Dus ik zet hem hier op de bijzettafel neer en dan gaan we loten. Vandaag Valentijnsdag, dus het zou zomaar kunnen zijn dat de winnaar vandaag bekend is en dan een keer gezellig hier komt eten, want dat is de prijs. Een gezellige avond. Dineren op vrijdagavond bij Brasserie onder ons. En ik ga maar gewoon beginnen met het eerste loodje. En dan gaan we vanzelf kijken wie dat er uit de pot komt. Hier zitten aan tafel in ieder geval Ferns aan mijn rechterzijde. En links zitten dan in ieder geval Toos en Jan. En Riek. Riek zit naast mij. En omdat Riek zo gezellig is vandaag en Riek er zo'n zin in heeft, vraag gewoon aan Riek om het eerste briefje uit de koker te halen. Riek valt in deze, zegt ze. Nou, daar gaan we dan. Ik maak hem open. En ik zie hier staan Jan Schuurmans. Kijk, Jan Schuurmans. Dus, we gaan gewoon een beetje creatief zijn. Ik ga gewoon de microfoon aan Jan geven. En Jan, ik vraag jou als eerste de foto. Nog niet zeggen wat het geluid is. Ik wil eerst van jou weten, wat is de foto van deze week? De toren van de Hartkerk. De toren van de Heilig Hartkerk. En voordat we gaan vertellen of dat het ook zo is, kijken we nog één keer naar de foto die nu in beeld komt. Waar in Vught is deze foto gemaakt? Nou, dan hebben we thuis nog eens een keer kunnen kijken en kunnen vergelijken. En nou vraag ik me eigenlijk af, moet ik dan gelijk zeggen of dat het goed is? Of dat het fout is? Zullen we eens wachten en kijken wat de rest ervan denkt? Oké, okay. Nou Jan is in ieder geval als eerste aan de beurt dadelijk. Dan pakken we er gewoon nog een loodje uit. We pakken er nog een loodje uit. Want Jan die gaat dadelijk als eerste in ieder geval ook een antwoord geven op het geluid. Mits dat het goed is. En dan mag ik aan Jan vragen. Jan, want dat is spannend natuurlijk. Pak er nog eens een loodje uit. Want we willen iedereen bij het spel betrekken. Want we zijn toch maar met z'n vieren vandaag. En dan is de tweede kandidaat die voor de foto de oplossing mag geven. Riek Spierings. Nou Riek, zie je? Daar ben je alweer. Riek, dan ga ik aan jou ook vragen. Wat denk jij dat de foto is? Ik denk de Vughtse toren. Kijk, dat is leuk hè. Nou hebben we dus één antwoord van Jan, de Heilig Hartkerk. En Riek zegt de Vughtse toren. Nou, ook voor jou even nog spannend. Ik ga het nog niet zeggen. Want we gaan gewoon een volgend loodje trekken. En vat er nog maar eens een keer Riek. Tussen de rozenblaadjes vandaan. Speciaal vandaag. En dan hebben we de volgende die mee mag gaan doen, sowieso Ferns. Die zit rechts van mij, Ferns Hanewijk. Hanewijk. Ja. Ferns, we gaan eventjes heel technisch zijn bij de VTV. En ik knip dadelijk in mijn vingers. Ja. En op dat moment, dan schakelen we zo om met de camera recht voor jou. En dat doen wij bij de VTV zo, let op thuis. Hop. En dan zitten we in één keer aan deze kant van de tafel. En zo gaat dat bij de VTV. Ik keek vroeger altijd naar het programma Geef Nooit Op. Voor de jongere kijkers, die kennen dat wel hè. Dan sprongen ze in zo'n bak en hop waren ze ergens in Nederland voor een wens die ze hadden. Nou Ferns,
De foto, daar gaat het om. Ook voor jou de vraag, wat denk jij dat het beeld is, de foto? Ik zat te denken aan de toren van de Sint-Peterskerk in Vught. Dus de toren van de Petruskerk in het dorp in Vught. In het dorp. Ja, precies. Klopt. Nou, ook die schrijven wij op. En dan gaan we kijken of dat ook daadwerkelijk alle loodjes kloppen. Dus ik ga het laatste witte briefje uit de vaas pakken. We hebben tot nu toe nog 3 verschillende antwoorden. En dan zou dat dus Toos moeten zijn. En jawel, Toos van Ooyen komt als 4e uit de pot. Dus ik heb ze nou mooi op volgorde liggen. Maar dames en heren, zoals u weet, wij bij de VTV zijn weer zo technisch. Dus daar gaan we weer.